terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is quote. Letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Dit is Koutouba probleem, ja, en dan go na ini actie, dan tap heer potassie na assemblee dat hè, no was man op oerding, ja, en nou hebben wij problemen, en we willen dat wij vrij onze problemen kunnen aankaarten aan het ministerie enzovoort. Nee, dat is geweld. Jullie kunnen geen geweld gebruiken. Hey, waarom zet je hand in mijn gezicht? Stoot me dit hoor. We staan met de heer Salons. Meneer Salons, we hebben allemaal die video's gezien. We staan nu bij het bureau aan het Duisburglaan. We hebben die video gezien waar u in een handgemeen, laten we zeggen, was geraakt met de politie. Er was iets aan de hand. Meneer Salons, wat kunt u ons vertellen over hetgeen dat is gebeurd? En wanneer is het gebeurd? Ik vind uw woordkeuze handgemeen niet goed. Ja, want ik ben niet in handgemeen gegaan met de politie. De politie heeft me mishandeld. Dat is het wat gebeurd is. Want ik heb nooit geprobeerd om de politie aan te raken of wat dan ook. Ja? Maar wat er gisteravond is gebeurd, dat is een van onze zaken in onze draaiboek. Die we hebben uitgezet vanaf 4 januari. Nadat wij, u kent het vorige geval, waar we hebben aangegeven dat de minister niet reageert. We hebben nu een draaiboek gemaakt waarbij steeds weer acties gehouden zullen worden. Totdat de minister tot één keer komt dat hij met een rechtspersoonlijke organisatie aan tafel moet zitten om te komen tot rust op het ministerie. Want de minister is bezig met uitdagingen. En wij zijn er niet bang voor. Deze voorzitter alvast niet. Ja? Ik heb het ook al aangegeven. En ik heb hem vanmorgen ook geappt, want hij appte met me. Ik heb hem vanmorgen ook geappt. Minister, ja, twee dingen kunnen mij maar stoppen om mijn draaiboek uit te zetten. Is dat u mij ontvangt. En we praten over wat wij vanaf 16 maart aan u vragen. Een streefdatum ter oplossing van punten. En als we daardoor zijn overeengekomen, dan worden de acties stopgezet en ook mijn draaiboek wordt aan de kant gezet. Ja? En het volgende, dat is wel een beetje, ja, een erge, maar ik ben er ook niet bang voor. Ik ga door tot de dood. Alleen de dood kan mij stoppen en dat de minister ons ontvangt om te praten dat we tot rust komen en ons een streefdatum geven. Ja? Hebben jullie het gefilmd? Hoe het vakbond behandeld worden? Ja toch? Ja? U verstoort onze ALV. Wanneer jullie vergaderen, stoot me niet, man. Je moet niet aan me komen. Je moet niet aan me komen. Je moet me niet stoten dat ik uit balans ga. U moet me niet stoten. U weet niet wat ik heb. U moet me niet stoten. Je kunt me netjes vragen om aan de kaart te gaan, maar je gaat me niet stoten. Je met je lichaam aan je handen aan mijn lichaam. Zoveel mensen kom je in contact. Hoeveel COVID heb je misschien niet? Inspect.
Je moet hem niet stoten! Je moet hem niet stoten! Nee, je moet die vorm, je moet me niet stoten! Je moet me niet stoten! Je moet me niet stoten! Je moet niet stoten! Jullie moeten niet stoten! Je moet niet stoten! Waar heeft dit zich plaatsgevonden, dat met de politie? Hoe is de politie op jullie afgestuurd? Waarom is de politie op jullie afgestuurd? Waarom de politie op ons is afgestuurd, ga ik u geen antwoord kunnen geven. Ja, dat moet u aan de politie vragen. Of de mensen die de politie op ons hebben afgestuurd. Ja. Wij waren te Ornamibo. Ja, daar is vuilstortplaats. En daar hebben we alle mensen, daar zijn onze leden. Ja. Dus daar hebben ze ook problemen. En dat is het tweede punt uit onze draaiboek. Onze eerste punt was autowerkplaats hier aan de Duisburglaan. Waar we hebben vergaderd bij de pomp. En de inspecteur die daar was, die heeft niemand aangeraakt. Ja? Die heeft gezorgd dat er sleepwagens kwamen om die barricade daar op te ruimen. En zo gezegd, sleepwagens zijn gekomen en het is opgeruimd. Alhoewel weet ik niet of de politiewagens met die sleepwagens zijn weggehaald. Want wij zijn weggereden. Ja? Dus onze wagens zijn niet weggesleept. Maar die inspecteur van gisteravond is niet gekomen om met tact de zaak op te lossen. Maar hij is gekomen om ons te mishandelen. Want hij heeft mezelf, is een heel grote man. Ik denk dat u het op die filmpjes gezien hebt. Een donkere man, een biggie man. Hij heeft mij op mijn nangawa anu, aan mij bonk me. En dat heeft hij gedaan gisteren. Hij heeft me gesmeten op de grond. Dat ik er lichaamspijnen nu van heb overgehouden. Schrammen op mijn rug, schrammen aan mijn been. En dat filmpje heb je ook gezien aan mijn been, waar hij bloedde. Ja? Maar we zijn naar de dokter geweest. Op een gegeven moment zijn zij daar weggegaan, want toen kwamen er een onderdirecteur van Openbaar Groen. En ik denk dat vuilophaal nu met die hele nieuwe structuur bij het ministerie zit bij Openbaar Groen. Dus onderdirecteur meneer Gummes kwam aan, nog laat in de avond, voor 9:00. En het hoofd van afdeling vuilophaal, meneer Pancho. Het is bijna ook een beetje verkeerd gegaan tussen ons, want die waren ook boos. Maar op een gegeven moment hebben we elkaar begrepen. En toen ging de politie weg. En dan zijn wij ook weggegaan. Ja? Maar ik blijf het zeggen. Ja? Ik deed voor niets terug. Ja? Ik heb gekozen voor die vakbeweging. Ik doe niets voor mezelf. Want ik heb er geen enkel voordeel aan. Ik heb er geen enkel nadeel aan. Ik kan gaan zitten thuis. Ik ben al gepensioneerd. Ja? Maar ik heb mijn leden beloofd dat ik voor ze ga vechten tot het bittere eind. Ja? En dat zal ik blijven doen. De minister heeft u nog niet ontvangen. We hebben laatst een bericht gelezen dat de minister wel een ander vakbond heeft ontvangen. Vertelt u ons een beetje, wat is gebeurd? Ik weet niet of hij een ander vakbond heeft ontvangen, maar die harde informatie die ik wel heb, dat er een vakbond opgericht wordt op zijn werkkamer waarbij hij erbij zit. Ja? Gisteren nog heb ik begrepen van werknemers, en dat noem ik de naam ook, dat een, ik weet niet, ik ken de man zijn naam niet, maar een nieuwe hoofdbewaking, ja, die is bezig, ja, leden te op te trommelen om lid te worden van die nieuwe vakbond. Dus misschien is die nieuwe vakbond er al. Maar ja, ik maak me niet druk met dat. Want niet deze minister alleen heeft het geprobeerd. Ik ben al 40 jaar vakbondsvoorzitter bij openbare werken. Ja? Ook is het vaker gebeurd. Ja? Niet alle ministers werken eraan, maar er zijn ministers daarvoor geweest die ook hebben geprobeerd mij uit te schakelen. Het is ze niet gelukt. Ik denk niet dat het deze ook lukt. Ik lig er niet wakker van. Ik doe mijn werk naar mijn leden toe. Mijn leden moeten mij niet in de steek laten. Ja? Dan wat er gebeurt, bijvoorbeeld, dat geef ik een voorbeeld van Openbaar Groen. Daar heeft ook vanuit het kabinet, ja, een nieuwe bond daarop gericht. Maar ik ben 100% zeker dat de minister ook achter zit. Want de minister heeft die bond erkend. En ook met die bond al aan tafel gezeten. Dus je ziet welke weg ze opgaan. Maar mij maakt niet uit. Dat is voor meneer Blanker. Maar ik ben 100% zeker dat al die leden van Blanker, ja, die zich hadden ingeschreven bij die andere bond, zich niet hebben uitgeschreven bij Blanker. Dus waarmee is hij bezig? Hij maakt het moeilijker voor zichzelf. Hij is bij zijn aantreden heeft hij gevraagd, waarom zoveel bonden? Toen hadden we 6 bonden. Ja? Hij zegt, waarom zoveel bonden op OW? Ja? En nu ben je zelf bezig bonden in het leven te roepen. Dus als die van Openbaar Groen heeft hij al erkend. Ja? Hij mag. Ja, zijn vrije wil. Ja? Dus het is geworden 7 bonden. Ja? En dan wil hij nog 1 oprichten.
hoofdkantoor hier, een algemene bond heb ik begrepen, dan wordt het 8 bonden. Dus hij zelf zorgt nou voor meer werk voor zichzelf, dat hij met alle bonden moet zitten. Maar ik waarschuw mijn leden altijd. Een bond opgericht door de leiding van het ministerie zal never nooit niet opkomen voor jouw belangen. We hebben ook een geval van de week vernomen dat een toilet is gebouwd op Nikeri. Van 25.000 US, als ik het goed heb. Welke informatie heeft u daarover voor ons? Ik wil daarover niet uitweiden, want ik lees ook wat in de pers komt. Eén ding weet ik, dat hij gisteren de opening is gaan doen voor een toilet, waarover men praat, van 5 miljoen, niet geen 5 miljoen, een 500.000. Ja? Dus maar ik kan me ook niet indenken dat er een toilet voor een 500.000 gebouwd wordt. Het is een toilettengroep en als ik zo die foto's heb gezien, zijn het maar 2 toiletten. Ja? Ik weet niet of iemand anders erop wil ingaan. Ik ben uitgeleend aan de afdeling die gaat over het analyseren, opzetten van projecten. Om die projecten zo uitvoeringsklaar te krijgen. En dat project van die toiletten is ook via de agendingscommissie gegaan. Dus om nu even de pet van bond af te zetten en de pet van projectleider op te zetten, wil ik aangeven dat de informatie in de media niet klopt. Dus we gaan niet lelijk doen tegen de minister. We vallen de minister ook niet persoonlijk aan. De bond is gewoon hier om bondswerk te doen. En we praten met de minister in de functie van minister. En we gaan niet gek doen. Dus dat is mijn bijdrage. Oh, dus het bedrag van 500.000 aan een toilettengroep klopt helemaal niet? Dat bedrag klopt niet. De minister ook gehoord, hij heeft aangegeven dat het niet nodig is dat er bonden zijn er voor iedereen. Meneer Salons. Ik lach altijd als hij dat zegt. Want hij heeft gezegd, hij heeft geen bond nodig. Zo heeft hij het gezegd. Hij is er voor iedereen. Ja? Maar hij hoeft geen bond nodig te hebben. Ja? Ik heb nooit gezien dat ministers een bond hebben. Ja? Want zo heeft hij het gebracht. En zo versta ik Nasaman Taki dat mij vertaalt. Hij heeft geen bond nodig. Maar ja, hij bedoelt, net wat u gezegd hebt zeker, dat hij voor iedereen daar is. Maar het is nog steeds niet gebleken dat de bonden niet nodig zijn. Want je zit al bijna 2 jaar, ja? En er zijn nog steeds punten die zijn voorgelegd sinds jouw aantreden en ze zijn nog niet opgelost. Dan kom ik terug. We zijn met de persconferentie uitgekomen. Ik onthoud geen data's makkelijk hoor. Maar onze laatste persconferentie, voordat we zijn begonnen met acties voeren. Ja? Dat er bloempotten gekocht worden, maar geen veiligheidsmiddelen, attributen voor de werknemer. Ja? Geen verlichting in toiletten op het ministerie. Ja? We zijn uitgekomen met onze persconferentie. Ze is er wel verlichting gekomen. En daarna is men begonnen, hier in Paramaribo heb ik die informatie, een veiligheidsattributen en gereedschappen te verstrekken. Ja? In Nikeri ben ik ook 100% zeker, want daar heb ik die informatie gehad, dat er ook veiligheidsattributen zijn gegaan en gereedschappen. Dus je ziet dat er een bond nodig is. Want anders komen die dingen niet. Dan doe je wat je wil en wanneer je wil. Ja? En dat moeten de leden vooral, ja, goed in de gaten houden dat wanneer wij opkomen, dan zaken wel gerealiseerd worden of dat zaken vlugger gerealiseerd kunnen worden. Want als hij zegt er is geen bond nodig en niemand komt op voor de leden of de werknemers op openbare werken, dan wanneer hij gaat in 2025, ja, dan kan hij zeggen hij heeft het geprobeerd, maar het is niet opgelost. Want hij blijft niet hoor. Ja, ik ben 40 jaar op het ministerie bezig met vakbeweging en geen enkel minister is 2 maal gebleven. Dus hij gaat ook niet blijven. Wat heeft OPZ aangegeven? U bent bij OPZ geweest. Wat hebben ze aangegeven? Wat gaat er gebeuren met uw klacht? We hebben de klacht nog niet kunnen indienen. We hebben wel informatie gisteren gehad dat ze op zaterdag ook werken. Dus daarom hebben we gezegd, we komen gelijk naar hier. We zijn gisteravond naar de dokter geweest. We hebben, ik weet niet hoe je het noemt, de dokter heeft haar bevindingen op papier gezet. Ja? Dus we hebben wel een nummer gehad om dan maandag te bellen. Want als je hier op zaterdag komt, begrijpen wij van de major hier dat er afspraken gemaakt moeten worden. Dus maandag gaan wij bellen naar hier toe. En dan gaan we afspraak maken en dan komen we terug. Dus ze hebben ons vandaag niet ontvangen, want volgens die majoor die daar staat, is niemand van OPZ nu hier aanwezig, want ze hebben geen afspraken gemaakt voor zaterdag. Terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. En dit is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog... Dag Holland, ik wil daar komen. Ik pinaar hier als een raad.
bari teana. Wogoluku na kulturu TV. Tam sabaka gang. De Canada pewang. Yeah. Tijd voor iets nieuws. Goluku chiniu. Kulturu nyusu. Paste pastratis refbuntu. Unde boniu. Sadef arkina niu. Kulturu nyusu. Paste pastratis refbuntu. Suriname so een hele klan. Mako depti hele kwan. Weshi. Alas my sari. Alas my bari. Maefu bondru kwa wang. Takwesre kama masranang. Beno wasoma. No abif kwari. No abif sari. Yeah. Baya kriyoul ya fans of shini. Esha idoule in distance of any. Dambo taki on the right place. Different colors, one stage. Go, go, go. Be alo be gro. Be we la fu atai gesta kai go. Be koro sinanga lei tek blow. Yeah. Be ho horde gi apina follow. Be deskapuri e si jano wolo. Be te graide ne juki anga dolo. Man is a biggie biggie, no. We go axa for luck if the low babo late. We go arga problema for the smile in the wake. And we live be sweetie. So long as I pay you the way swing committee. Yeah. Druk tap a link make us telling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunna gemeenschap. We do a roko, maar de na a gereedschap. En we give almighty thanks and praise tak. Back in the week in our way, that is the lace blood. What's I'm a lace cut? Statistics review overweight that. Yeah, hatcha is take a kill cut. Bit quadoro miscut, what you wait that? Kulturu teife. Kulturu.com na anju su echari. No fake, no joke, ya anju su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ya anju su nesari, why begin te wan klari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ya we libu no prati, u ape ine iparki. We de tapas krati, ka kwang ai kragi. U de borei dwen. Aksa falok fai gwang ade stijging. E fu vergelijk ding. U a babo weis dwen. Da u ka forwijs ding. Go na beleis ding. A probleem fa falok na de stijging. Dat bekweta mita falok fu de ta eis ding. Wat u po weri koma fu de kotis geen ding. E u funap den feng. Tijd voor iets nieuws. Stolu koopje nieuws. Kulturu nyunsu. Paste pastratis refbuntu. Udeba nieuws. Sadef arkina nieuws. Kulturu nyunsu. Paste pastratis refbuntu.